Ja, mensen, we hebben Eel Barnes gered uit gevangenschap. En we gaan kijken wat ons nu wacht. Daar zijn ze. Kijk, Eel Barnes. Een teaching position. Lekker, man. The rival room. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ik voel hem aankomen. Nee, we moeten dat gewoon samen gaan doen. Niet tegen elkaar. Call me Eel. Apex first here. Sowieso. Better get to it. Nou. Ja, Gillian moet gewoon normaal met haar hoofd. Normaal met haar hoofd. We gaan eerst met die mensen praten. Ja, dat is goed. Praat poppetjes. Ja. Very burnt. Ja, allemaal fouten gemaakt. Oké, volgende. Ja. Dit is die tea party. Oh, die zijn die robots weg. Waar zijn ze nog? Worried about the rival room? Nee. Wij ook niet, hoor. Escape runs in the family. At least something runs in the family. De library? Oh, hier zit die dude, die kunstenaar. Professor Slip. Ah. They discovered me. Ah. Oké. Inspect, wat is dit? Escape for idiots. Nee, die hoeven we niet te lezen. We zijn kapot slim. Nou, we kunnen kiezen. De cafetaria, de computerlab, de greenhouse. Ik voel wel wat voor greenhouse. Oké. Plantjes. Hey, nieuwe chickie. Eel, we kunnen nog wat inspecteren. Plants, supporting plants. How quaint. Dat is alles. De tea kettle. 3 sterren. Nou, dan kunnen wij 3 sterren hebben we al gezien. Ja, dat gaan wij gewoon even fixen. Ik zeg elke keer sterren, 6 sleutels. Maakt niet uit. Daar gaan we. Hola. Hola, professor Bonilla. Een explosives expert. Oké. Tea breeding. Klinkt als timed. Oké. 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 Wat een bijzondere vrouw. Dus wij gaan een kopje thee maken. Dat denk ik. Brew the perfect tea. Nou, oké. Steep leaves don't die. Lekker. Goeie tip. Ja. In de boom staat A plus B. Ja. Tea brewing tips. Ja, add water. Use item. Ja, precies. Moet even kijken. Inspect. Wat hebben we hier? Ik heb hier een... This kettle could use some leaves. Dus propane tankers empty. Een soort stroomschemaapje. En er is lekker. Geen water pressure. Oh, X marks the spot. Daar moeten we een bel... Of een bel. Een schep voor hebben. Er zijn bijen. We moeten bijen wegjagen. Oké. Hier is een puzzel op deze deur. Ja, die heb ik net... daarvoor sprak ik me. Er zit een briefje op, hè. There's a pattern to the evolution. Ja. Een andere kant. Plantjes. The style is missing. Use the beast. Oké. Tuinhuisje. Lettercode. True love blooms here. Ja, dat zou ik niet weten. Tjongejonge. Ik heb een garden shovel. Ja, daar moeten we mee graven in de andere kant. X marks the spot. Ja. Ja, 2 keer. Use item. Maar let op. 2 keer. True love blooms here. In die boom staat A plus B. Nee, AB plus iets vreemds. Ik heb een zaad.
een zaad. Hier kun je ook graven aan de overkant. Ja, ja, ja. Ik heb... Wat staat erop? Ketting. KZ? Professor's necklace. Wacht even. Ja, KZ. Oké, dan hebben we AB plus KZ. Nou, dat is die lettercode. A is letter 1 op het alfabet. B is 2. K is... Mijn deur wel gaat. Ja, of... Oké, dan ga ik A, B, K, Z toch even... Ja, ik ga even AFK, mensen. Ga jij maar de deur even open doen. Dan ga ik even hier prutsen en... Murph Entertainment verzorgen, K. Want als ik gelijk heb, dan... kan ik daar zo meteen mee flexen. Oh, je bent... ik ben excited. Ik ga alvast even inspecten. Wat is dit? Gereedschapjes. Oh, die moeten we in een bepaalde volgorde hangen. Dat we niet nog weten waar dat voor is. Inspect. Oh, die hebben we nodig. Voor de tegeltjes ding. Hallo mensen, ik ben weer terug. Ik heb de deur opengemaakt, want ik ben kapot slim. Oké, okay. Was het ABKZ? Ja. Maar ben jij dan slim of heb je gewoon mijn denkwijze uitgevoerd? Nee, want jij ging nog uitrekenen welke nummers het was, maar het was gewoon een lettercode. Oh, dat had ik niet gezien. Maar goed, het was de buurvrouw. Die was haar sleutel vergeten. Oh, nou. Dus ze zei, kan ik dan bij jou binnenkomen? Ik zei nee. Ik heb de tegeltjes gevonden. Oké. Okay. En ik weet alleen niet wat waar moet. Dus ik ga ze allemaal even erin stoppen. En hier is een kwastensysteem. Zie je dat? Ja, daar heb ik net ook naar gekeken, ja. Dus nu hebben we alle dingetjes erin zitten. Daar moeten we iets mee vinden. Maar welke volgorde... Kunnen we schuiven met die ding? Die en die wordt die en die. I like my tools how I like my teacups. Grijs, rood, en rood, blauw, rood, grijs. Die ik niet ga opnemen. Grijs, rood, rood, blauw, wat moeten al die mensen verdomd? Grijs, rood, rood. Zwart, zwart. Blauw. Ik heb deze opgelost. En ik heb een kettingzaag, The Beast. Oh, die hebben we straks nodig hiervoor. Ja, die hebben we hier nodig. Die ga ik erop zetten. Kijk. En maar we hebben dit nog niet opgelost. Oké. Okay. Oh, ja, ga jij hier niet? Ja, nee, misschien... Wacht, hier kunnen we ook nog heen. Hier kun je de Beast ook nog op. Ja, maar de Beast heeft geen fuel meer. Oh. Hier hebben we Seed Weight Analysis. Jij hebt die zaden gevonden. Zaadje. Hier kunnen we iets onder de microscoop leggen. Oké. We kunnen iets onder de microscoop leggen. Ik ga naar dit zaad kijken. Er zijn heel veel machines. Serenity. Ik kijk naar een zaad. Hier moeten we een lettercode invoeren. Ja, wat zien we in dat zaad? Ik denk een aantal tellen misschien. My Serenity is finally ready to plant. This might be my masterpiece. P.S. Has anyone seen my necklace? Ja, die hebben we. En dat was? KZ, what should I weigh? En hier kun je dingen wegen. Ik zie heel veel spullen. Heel veel apparaten. Hier staat chloroplast, DNA. Dit is allemaal informatie. Dit is de plantcel. Hier, de plantcel. Ja. Die moet jij testen. Onder de microscoop. Ja, dat heb ik net gedaan, maar dan weten we toch nog niks. Jawel, hoeveel groene dingetjes zie jij? Kijk. Hoeveel groene dingen? 1, 2, 3, ik kan kijken. 4, 5, 6, 8 groene dingetjes. Oké, dus dan is... 8 is tag. Ja. Tag. En ik zag hier dus een ander bord. Seed weight. Dat kunnen we niet zien. Of staat hier ook een tag? We kunnen hem toch erop leggen. We kunnen dat zaadje toch ook op die weegschaal leggen? Ja, dat kan dat? Doe dat eens. Ja, waar is die weegschaal? Hier. Ja. 0,23. Tag. Nee, die moet iets bij. 0,23. En wat schieten we daarmee op? Dat is dan toch... Waar is die kaart? Huh? Hier. 0,23. GTT. Oh ja, GTT tag is dan het antwoord hierop, denk ik. Ja, ja. Ja, lekker. We krijgen een plant... Tea leaves, die moeten in de teapot. Mm-hmm. Die moeten in de teapot. Hier. Maar er moet ook nog water in. Oké.
Maar daarvoor moeten we de bijen wegjagen. En deze deur kunnen we nog openmaken. Als we fuel hebben. Ja, en ik heb alleen nog de... Dat ding heb ik, maar zonder fuel. Ja. Maar we hebben deze puzzel nog en hier ligt fuel. Oké, dan ga ik hier even naar kijken. Ik denk, ik heb ze er gewoon random ingezet. Die met die randjes, die kun je verplaatsen. Alleen die met de randjes? Ja, dat zijn de vier die ik gevonden heb. En meer kunnen we niet verplaatsen. Kijk, want je kunt hier zien, blauwe streepjes plus rode stipjes is hetzelfde. Ja, dat klopt. Ik zie het al. Lekker hoor. Fuel heb ik nodig. Dat doe ik in dit beest. Ja, die is weer gefueled. Ja, die nieuwe propane tank heb je nodig. Dat moet onder de theemachine. Oké, waar is de theemachine ook weer? In het midden, hè? Ja. Ja, de beest is weer leeg. Ik kan niet nog meer fuel... ik kan niet nog meer fuel pakken. Ik heb ook nog een propane tank. Ik heb hem eronder gezet. Ja, hier is weer een informatie. Butterflies will not land until the flowers are in the correct order. Oké. Dus ik moet de flowers in de goede order zetten. Ja. Zeg het Stay maar. Closest to the light. Maar we hebben geen lichtbron, of wel? Of daar links is een lamp. Dat denk ik. Stay closest to the light. A should be between two plants. Die is niet op de hoek. A, B en E hebben geen licht nodig. Dus dan moet A op plaats 4. Immediate left. A moet op plaats 4. Is al. A moet op plaats 4. Ja. Maar dan klopt het niet meer. En dan moet... even kijken. D should be on an end. D moet aan het einde. Oh, wacht. Nou, dat klopt er iets niet. Nee, dat klopt iets niet. Want E moet naast B staan. Waar zie je dat? The blue potted plant must be to the immediate left of the red flowers. B moet naast E. Maar B en E hebben niet veel licht nodig. Nee, dus die kunnen ook zo staan. Ja. Maar A moet tussen twee planten, dat klopt. Ja, A heeft ook niet veel licht nodig. D should be on an end. D moet aan dus, het einde dan staan. Zou het nog oh, C, zo... sorry, ik ben blind. C must be second closest to the light. Staat er. Dat kan ik niet met A ruilen. Dus D moet dan vooraan. D vooraan. Ja, C moet op 2. En dan zoals je het net D had. D op 2. Ja. Oh. Heel goed. Beware. Bad bee. Beware, aggressive and dangerous bugs exist everywhere. Kun je dit indrukken? Ja, we kunnen die knoppen indrukken, die kleuren. We moeten op zoek naar de vlinderkleuren. Zien we iets met kleuren? Oh, op de... Oh ja, zeg maar. Hier, zeg maar. Blauw, ja, je kan het zien. Ja, ik vind het leuk blauw, zitten. Rood, groen, paars, geel. En wit dan? Hmm. Ik zie geen wit. Ik ook niet. Misschien is het gewoon dit. B-A-D-B-E-E. D is roze. A is groen. D is blauw. B is roze. E is geel. Ja. Oh, it's... Pick up. BB gun. Ja, dat hebben we nodig. BB gun. Leuk, BB gun. Ja, leuk. Huts. Dan hebben we water. Ja. Water staat aan. Wat hebben we nog meer nodig? Weet ik niet. Lijkt me... Don't die, dat komt ook wel goed. Fire's lit, dit is aan. Kettle, ik heb de ketel gevuld. Oh, we zijn er al. Oh, we zijn er al. We zijn kapot slim. A cup of tea can solve anything. Lekker man. Kijk eens aan. Looks like someone been bit by the botany bug. Nou, dat ja. Elibanilla. Mmm. Lekker man. Dat is een review. Find true love hebben wij gedaan. Hè? Ja. Free the beast hebben we ook gedaan. Fuel up.
Ja, dit ging allemaal wel redelijk goed. De botany badge. Nice. Komt u maar in mijn koffertje. Lekker hoor. Kijk. Looks like you didn't die. It looks like it. Goed gezien. Goed gezien. The explosives community. Goed hoor. Wat is er nieuw? Planten. Planten en nog eens planten. Kapot veel plant. Ja. Wij houden van planten. Ja, moeten we wel water geven. Ja, maar nu niet. Dat betekent dat wij de tea kettle hebben wij gehaald. We hadden 25 minuten, we hebben 10 minuten 56 nodig gehad. Oh, wij zijn tan toe slim. Ja. En daarmee gaan we ook deze video weer afronden. Ja. Want in de volgende video naar het volgende gebied. Dus we hebben nog een cameo gehad van de buurvrouw. Hartstikke leuk. Ik heb het ook tegen haar gezegd, van er verschijnt een video. Ik zal jou taggen. Het is wel mooi dat jij de deur openmaakt terwijl ik de deur openmaak. Ja, heb je nog iets meegekregen van mijn gesprek met de buurvrouw in de video? Heel ver op de achtergrond. Oké. Mogelijk heb ik er doorheen gepraat. Nou, kunnen jullie horen, dames en heren, wat ik gezegd heb tegen de buurvrouw? Stuur het in een privébericht, want het is niet voor openbare comments. Nou, zeg! Nee, schrap, schrap. Mag in de comments. We zien jullie graag volgende deel weer. Jojo. Jojo.